Ik ben gewoon voor het ongeluk geboren. Alles wat ik aanraak vergaat ter plekke, man. Hé, zullen we gaan? Ja, waar slaat dat nou weer op? Dan ben jij ineens ongezellig. Ik haal nog wat bier en dan zien we het wel, oké? Okay? Oh, sorry. Het is mijn schuld. Ik let even niet op. Heb jij misschien een vuurtje voor mij? Tuurlijk. Even kijken waar ik me aansteken, hè? Hier. Hé, ik ging toch wat biertjes halen. Ben je er ook een? Ja. Nou, ga lekker zitten. Kom er zo aan, oké? Okay? Met een vriendin. Het is een beetje lullig om haar daar te laten zitten. Oh, nou. Dan haal je haar er toch ook bij. Wordt het nog leuker. Ja. Oké. Okay. Peter. Ja? Helemaal gek geworden of zo. Wat moet er met die vrouw? Nou ja. Wat ben jij ineens kieskeurig, zeg. Sta niet aan. Het zijn toch prima? Zo. Nou ja. Hé, hey, waar gaan we naartoe? We gaan nergens naartoe. Hier. Ik koop maar een paar biertjes voor. Nou ja. Dag. Krijg nou wat. Zak! We zitten heus niet op jullie te wachten, hoor. Met een totale waarde van 50.000 euro. De bonusprijs van vanavond is een 15-daagse vliegreis naar het prachtige Madeira. De hoofdprijs van vanavond is een auto om van te genieten. Simon er? Nee, die is uit eten en daarna gaat hij naar de film. Verdomme. Je ziet er vreselijk uit. Is toch niks vergeleken bij hoe ik me voel. Ga even zitten. Ik zal Simons vervanger even bellen. Vraag of hij kan komen. Nee. Ik wacht wel op Simon. Ja, maar die komt misschien pas naar 12 uur thuis. Ja, dan kom morgen vroeg wel terug. Nee, jij blijft waar je bent. Want je bent helemaal niet in staat om terug te komen. Ik ben niet in staat om ook maar iets goed te doen. Ik kan net zo goed dood zijn. Oh god, was ik maar dood. Ach ja, die kennen we. Sorry, ik zit te zeiken. Ik heb wat gedronken. Precies. Tegen doktersvoorschrift in. Ik ken nog maar weinig mensen die op doktersvoorschrift drinken. Ik ben mijn eigen vijand, dat is het probleem. Zo te zien wel, ja. Maar zal ik eens even koffie gaan maken? Ik heb liever whisky. Zit er niet in? Nee. Oké, koffie heel graag. Ik ga het even maken. Ben jij nog wijn? Nee. Ik word zo slaperig van wijn. En straks lig ik nog te snurken tijdens de film. Heb je toch nog een keer bij me geslapen? Tegenwoordig zie je alleen nog maar geweld in films. Walgelijk. Nou, er zijn toch ook nog best wel mooie films. Maar je hebt wel gelijk, vroeger waren er echt lekkere pornofilms. Dat is een beetje uitgeraakt. Nou, ik blijf het afstotelijk vinden om naar zo'n doek te staren terwijl je anderen bezig ziet. Of is dat kinderachtig? Nou, misschien komt het wel door wat ik heb meegemaakt. Dat je zo gaat denken. Dat is lang geleden. Probeer dat nou gewoon te vergeten. Je bent altijd zo lief voor me geweest. Zonder jou of jouw steun had ik me er waarschijnlijk niet overheen kunnen zetten. Ik ben je echt dankbaar. Nee, dat hoeft helemaal niet. Weet je wat? Wij gaan naar een film zonder seks, zonder geweld. Maar wel met een beetje romantiek, oké? Okay? Alsjeblieft, eet u smakelijk. Dus die boot is niet meer van jou? Het enige wat nog voor mij is, zijn de kleren die ik aan heb. Nou, zo erg zal het toch niet zijn? Zoveel erger. Ik heb mezelf er niet alleen mee. Peter Kelder had ook in de boot geïnvesteerd. Zijn deel heb ik ook vergokt. Waarom maakt iedereen het zichzelf toch zo moeilijk? Hoezo geldt het ook voor jou? Natuurlijk, iedereen die maakt toch fouten? Ja, maar als je er gewoonte van maakt zoals ik, dan wordt het ziekelijk. Oh, wat ben ik toch een lul, hè? Ik heb je lang genoeg met mijn problemen zitten vervelen, ik ga er vandoor. Nee, je blijft zitten. Ik ga nog wat koffie voor je halen. Oké. Je ziet er echt volkomen uitgeput uit. Waarom ga je niet even slapen? Als ik dat doe, kom ik niet meer overeind. Ga dan maar liggen. Als je last hebt van die tv, doe hem dan maar uit. Hey. Sorry dat ik zo laat ben. Waar kom jij in godsnaam vandaan? Ik sta hier al meer dan een half uur te wachten. Ik werd opgehouden op kantoor.
Ik dacht dat we gingen eten met die, hoe heet die kerel, die regisseur van die commercial? Tony Grimberg. Ja, gaan we nou nog of niet? Ik heb toch gezegd dat we die in die cocktailbar zouden ontmoeten? Laten we dan eindelijk eens gaan. Rien, wat is er met je? Het is voorbij. Ik kan wel inpakken. Waar heb je het over? Die 10.000 gulden die ik Franse Leeuw gegeven heb, daar heb ik het over. Dat had ik niet mogen doen. Ja, maar dat heb je toch gewoon maar geïnvesteerd voor reclamebureau Stenders? Wat is er nou verkeerd aan? Dan verdient Nico waarschijnlijk nog een fortuin aan ook. Klets toch niet, Linda? Wat weet jij er nou van? Franse Leeuw is er vandoor. Hij is een oplichter. Hij heeft die cheque geïnt en is hem gesmeerd. Die zien we nooit meer terug en die 10.000 gulden dus ook niet. En dat is mijn verantwoordelijkheid. Ik kan niet alleen ontslagen worden, maar ik kan ook nog eens vervolgd worden. Wegens verduistering. God. Goedemorgen. Lekker geslapen? Iets te goed blijkbaar. Waarom heb je me niet wakker gemaakt? Nou, je lag zo lekker te slapen. Ik kon het niet over mijn hart verkrijgen. Ah, dat had je toch moeten doen. De deur open moeten doen en mij naar buiten moeten gooien. Ach, dat was toch niet aardig geweest? Hoe voel je? Afschuwelijk. Ik heb een kater. Maar vergeleken met gisteren gaat het een stuk beter. Die man heeft gisteravond nog even naar je gekeken, maar hij was absoluut niet over je te spreken. Oh, het verbaast me niets. Ja, dat je weer aan het drinken bent. Ja, dat bedoel ik ook. Zeg, ontbijt is klaar. Oh, sorry hoor, Jan. Ik wil niet ondankbaar lijken, maar ik kan nog even geen eten zien. Je wilt natuurlijk liever een whisky. Heb je koffie? Ja. Zo, ben jij ook weer bij kennis? Nog maar net, dokter. Je zit niet goed bij je hoofd, hè? Wil je er nou echt een eind aan maken? Ja, doe maar. Scheld me maar uit. Maar kan je nog even wachten? Mijn hoofd is het nog niet helemaal tegen bestand. Ik verwacht jou na het ontbijt in de spreekkamer. Dat is goed. Nou, dat bedoelde ik nou. Hij is helemaal niet over je te spreken. Laat die koffie nog maar even zitten. Ik moet eerst Mirjam het goede nieuws vertellen. Nieuws? Ja. Dat ik de boot kwijt ben. Dat ze daardoor werkloos is. Ze zal er wel heel blij mee zijn. Is dat die Mirjam die bij Annette woont? Mm-hmm. Dan kun je toch hier even bellen? Nee, ik ga er langs. Een beetje buitenlucht zal me goed doen, vraag maar aan de dokter. En je onderzoek dan? Kom terug. Omdat jij zulke lekkere koffie maakt.